In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op het modelleren van de gegevensbehoeften. We gaan dus gaan kijken wat de behoefte is aan gegevens, maar ook informatie binnen een bepaalde bedrijfscontext. Dat kan binnen een financiële afdeling van een bedrijf zijn, dat kan binnen een logistieke afdeling van een bedrijf zijn, kan eventueel ook binnen een universitaire context zijn. We gaan dus gaan kijken naar de scope layer binnen het Sagemann framework. En de bedoeling is om te gaan kijken wat de informatiebehoeften zijn van een bepaalde organisatie binnen een speciaal afgeleid probleemgebied. De bedoeling is om die informatiebehoeften, om die gegevensbehoeften, zo compleet mogelijk in kaart te gaan brengen. We gaan dus proberen een zo exhaustieve mogelijke opsomming te geven van de verschillende gegevenselementen en de verbanden daartussen binnen een bepaalde context, zeg maar binnen een bepaald bedrijfsproces. Daarnaast gaan we ook proberen te verhinderen om redundante informatie mee op te nemen. Informatie die overtollig is, die niet zinvol is, die gaan we proberen zoveel mogelijk te gaan vermijden. De bedoeling is om onze scope, om ons probleemgebied, zo nauwkeurig mogelijk af te gaan bakenen. We wensen het compleet af te bakenen zonder overtollige, redundante gegevens mee op te nemen. En we gaan dat gaan doen door verschillende bedrijfsconcepten te gaan definiëren. En dat hangt een klein beetje af van de context waarbinnen we gaan werken. Bijvoorbeeld in een aankooporderadministratiesysteem gaan we gaan kijken naar concepten zoals een klant. Wat is een klant? We zullen dat later een entiteitstype noemen. En het concept klant zullen we nauwkeurig gaan definiëren. Wat zijn de karakteristieken van een klant? Dat zullen we later de attribuuttypen gaan noemen. Een klant heeft een klantnummer, een klantnaam, een klantadres bijvoorbeeld en een klant-e-mailadres. Daarnaast kun je eventueel ook een ander concept hebben, een ander entiteittype, zoals we het later zullen noemen, product. Een product is een concept waarover wij gegevens wensen te gaan verzamelen en die terug een aantal karakteristieken, zeg maar attribuuttypen heeft, zoals productnummer, productkleur, productgewicht. En we gaan het allemaal heel nauw in kaart gaan brengen. We gaan al die concepten gaan oplijsten, gaan modelleren, zeg maar. En we gaan dan ook gaan kijken naar de verbanden tussen deze concepten. Indien je bijvoorbeeld kijkt naar de concepten klant en product, customer en product, dan bestaan daar bepaalde verbanden tussen. Een klant kan producten bestellen. Een product kan besteld worden door klanten. Dat is een verband die we als onderdeel van ons gegevensmodel mee in kaart gaan brengen. En de bedoeling is dus om een conceptueel gegevensmodel te gaan creëren. Een gegevensmodel dat gaat focussen op de concepten. En dat conceptueel gegevensmodel kan een ER-model zijn. ER staat voor Entity Relationship Model. Entiteittype, entity, bijvoorbeeld product en klant. En relationship type, die dus de verbanden gaat weergeven tussen bijvoorbeeld product en klant. Het ER-model is het eerste conceptuele gegevensmodel die we gaan bespreken. Maar we gaan ook gaan kijken naar een aantal uitbreidingen op het ER-model, zoals het Enhanced ER-model. Enhanced, zeg maar verbeterd, uitgebreid ER-model, waarbij dat je dus een aantal modelleringsconstructies gaat toevoegen aan het ER-model. En we zullen later uitvoerig gaan bespreken welke constructies we daar bedoelen. Daarnaast heb je ook class diagrams. Class diagrams zijn objectgeoriënteerde diagrammen. Jullie hebben objectoriëntatie allicht in andere cursussen gezien. Objectgeoriënteerde modellen, waarbij dat je niet enkel naar gegevens, maar ook naar functionaliteit, methodes gaat kijken en zo meer. Dit vormt een belangrijk modelleringsconcept binnen UML, Unified Modeling Language. Maar in deze cursus gaan we daar niet dieper op ingaan. Objectgeoriënteerde modellering wordt onder andere besproken in cursussen zoals Principles of Database Management, maar ook Architecture and Modeling of Management Information Systems. In deze cursus zullen we specifiek ingaan op het ER-model, het EER-model, en zullen we ook de mapping naar het relationeel model, zeg maar een meer implementatiespecifiek model, gaan maken. Hier zie je een voorbeeldje van een heel eenvoudig ER-model. Helemaal bovenaan zie je dat. Ja? Dus je hebt daar student en studieprogramma. Student is een entiteittype, zoals we het zullen noemen. Dit is een concept waarom wij gegevens wensen te gaan verzamelen. Bijvoorbeeld studentnummer, studentnaam, studentadres. Studentnummer, naam, adres zijn wat we noemen attribuuttypen. Studieprogramma is ook een entiteittype. Studieprogramma is ook een entiteittype waar rond wij bepaalde gegevens wensen te gaan verzamelen. Zoals naam van het studieprogramma, aantal studiepunten, duurtijd en zo meer.
Dus zowel student als studieprogramma zijn entiteittypen, elk met hun attribuuttypen. Maar er bestaat ook nog eens een verband tussen die twee entiteittypen, student en studieprogramma. Een student kan minstens 0 maximum 1 studieprogramma's volgen. Een studieprogramma wordt gevolgd door minstens 0 maximum 1 studenten. Dus je ziet, het verband is eigenlijk volgen of ingeschreven zijn voor. Een student is ingeschreven voor een studieprogramma. Een studieprogramma heeft studenten die daarvoor ingeschreven zijn. En je ziet dat boven dit verband, boven dit relationship type, ook getallen staan aangegeven. Men noemt dat de minimum en de maximum kardinaliteit. En we gaan daar later nog uitvoerig op terugkomen. En je ziet dus dat een student kan ingeschreven zijn, ofwel voor minstens 0 of maximum 1 programma's, ofwel voor minstens 1 maximum 1 studieprogramma's. En je ziet dus dat die minimum kardinaliteit ofwel 0 of 1 kan zijn. En de keuze die je daar neemt, is eigenlijk opgelegd door de bedrijfscontext, door de universitaire context bijvoorbeeld. Je kunt met de mensen van de universitaire administratie gaan samen zitten en zeggen van, kijk, is het per se nodig dat een student ingeschreven moet zijn voor een studieprogramma? En misschien dat die mensen zullen zeggen, nee, dat is niet nodig. Wij wensen ook gegevens te gaan capteren, verzamelen van studenten die ingeschreven zijn voor 0 studieprogramma's. Wel, dan weet je dat die minimumkardinaliteit 0 is. Maar het had evengoed gekund dat de mensen van de universitaire administratie ons hadden verteld dat een student moet ingeschreven zijn voor minstens 1 studieprogramma, wel dan weet je dat die minimumkardinaliteit 1 moet zijn. Dus dat wordt u opgelegd door de bedrijfsomgeving, door de karakteristieken van het proces, zeg maar. Omgekeerd zie je dat een studieprogramma gevolgd wordt door minstens 0, maximum 1 studenten. Ja? Dit is het ER-model, een zeer eenvoudig ER-model, 2 entiteittypen en 1 relationship type. Maar je kan nu ook eens gaan kijken op niveau 0, zeg maar, naar een aantal entiteiten. Entiteiten zijn, zeg maar, concrete voorkomens van een entiteittype. Je gaat gaan kijken naar specifieke studenten en je gaat gaan kijken naar specifieke studieprogramma's. Dus je hebt daar bijvoorbeeld de entiteiten Laura Mitchell, David Peters, Lee Wong, Elaine Page, dat zijn entiteiten. Aan de andere kant heb je dus entiteiten van het entiteittype studieprogramma, tweede bachelor handelsingenieur, eerste master information management en zo meer. En dan zie je die pijltjes die dus de verbanden weergeven. Dus je ziet, Laura Mitchell is ingeschreven voor eerste master information management. David Peters is blijkbaar ingeschreven voor 2 studieprogramma's, eerste bachelor handelsingenieur en tweede bachelor handelsingenieur. En je ziet ook bijvoorbeeld dat Elaine Page ingeschreven is voor 0 studieprogramma's. Ook zie je in dit specifiek datamodel dat voor eerste bachelor TW niemand is ingeschreven. Dus je ziet, op niveau 0 ga je dus gaan kijken naar concrete entiteiten, zeg maar concrete voorkomens van de entiteittypen zoals weergegeven in het datamodel op niveau 1. Dit zal allemaal moeten ondersteund worden door uw informatiesysteem. En uw informatiesysteem gaat verschillende types van ondersteuning moeten gaan aanbieden. Een eerste belangrijke ondersteuning is opslag, storage. Uw informatiesysteem zal moeten toelaten om uw ER-model op te slaan, typisch onder de vorm van een database. Zodanig dat je fysiek gegevens kunt gaan verzamelen omtrent studenten en omtrent studieprogramma's. Maar het volstaat uiteraard niet om enkel dit gegevensmodel te gaan opslaan. We moeten ook in staat zijn om ermee te kunnen gaan werken. En één manier om ermee te werken is natuurlijk om het te gaan bevragen. En je kunt het gaan bevragen aan de hand van SQL, Structured Query Language. Dat is een taal die we later uitvoerig zullen bespreken. Dat staat dus voor gestructureerde bevraagtaal. Dat is een taal die je toelaat om het gegevensmodel te bevragen en om bijvoorbeeld te zeggen, geef mij alle studenten die ingeschreven zijn in eerste master TEW. Dat is een query, een vraag, die je kunt loslaten op je database en waarvoor je database-systeem of je informatiesysteem zeg maar, een oplossing moet gaan bieden. Je informatiesysteem zal ook moeten de kwaliteit van de informatiediensten gaan verzorgen. En ik heb het hier dan over de inputkwaliteit. Dat zal meestal gebeuren door een Transaction Processing System, TPS. Dus die input moet gemakkelijk gebeuren, die input moet compleet zijn. Als we bijvoorbeeld studentengegevens ingeven, moeten we zorgen dat alle gegevens van een student ingegeven worden, dat die compleet zijn. Studentnummer, studentnaam, studentgeslacht, studentgeboortedatum en zo meer. En die input moet ook accuraat zijn. We moeten zorgen dat er geen fouten zijn bij de input. Ja, dat we niet bijvoorbeeld tikfouten hebben in het e-mailadres van een student of dat we eventueel fouten hebben in de geboortedatum van een student.
Een informatiesysteem zal ook moeten voor zorgen dat de informatie correct verwerkt wordt, dat die betrouwbaar is. Indien je bijvoorbeeld een dienst hebt die gaat kijken naar de punten van een student, dan moeten we ervoor zorgen dat die punten correct verwerkt worden. Dat er dus op een correcte manier kan vastgesteld worden wat de punten zijn voor een student, voor bepaalde vakken, voor een bepaald programma en of de student dan al dan niet geslaagd is voor een programma. Dit moet correct gebeuren. Dus de verwerking of de analyse in een decision support system of in een executive support system moet volledig correct kunnen gebeuren. De output, die dan bijvoorbeeld het rapporteren is in een management information system of een decision support system, moet ook tijdig kunnen gebeuren. We moeten de informatie, die output, tijdig kunnen genereren. We moeten ervoor zorgen dat de informatie de juiste selectiviteit heeft. Dus dat het juiste type informatie is voor de juiste doelgroep. En dat de informatie ook op een begrijpbare manier afgeleverd wordt. Dus je ziet, je informatiesysteem moet je dus verschillende types van functionaliteit gaan ondersteunen. Gaande van storage naar het bevragen, zeg maar, de informatiebehoeften, information needs, gaan voldoen. En dan ook de kwaliteit van de information services gaan garanderen. We gaan in dit hoofdstuk eens dieper ingaan op requirements analysis, zeg maar behoeftenanalyse en het modelleren van de data. Dus we gaan meer specifiek gaan kijken binnen een specifieke context, een bedrijfsproces, een aankooporderadministratie of een universitair proces. Dan gaan we gaan kijken wat zijn de gegevensbehoeften hier en hoe kunnen we die gegevensbehoeften zo accuraat mogelijk in kaart gaan brengen. Dit is de achtergrondliteratuur die een klein beetje hoort bij het hoofdstuk. Je hoeft dit boek zeker niet te kopen. Ja? Maar een aantal van de concepten die we in het hoofdstuk gaan bespreken, staan netjes uitgelegd in dit boek. Het is een interessant boek, maar je moet het zeker niet gaan kopen. Je kan zeker ook perfect voort met de Nederlandstalige cursustekst die dus bij het hoofdstuk hoort. Oké, we gaan eerst eens gaan kijken naar behoeftenverzameling en analyse. Hoe we die behoeften nauwkeurig kunnen in beeld brengen. Dan gaan we dieper ingaan op de principes van datamodeling, gegevensmodellering. En dan gaan we een aantal datamodellen gaan bespreken. We gaan dus het Entity Relationship model gaan bespreken. Dat is een conceptueel gegevensmodel die dus toelaat gegevens conceptueel in kaart te brengen. Daarnaast gaan we dieper ingaan op het enhanced, zeg maar het uitgebreid Entity Relationship model. En dan gaan we eens gaan kijken hoe beide gegevensmodellen netjes kunnen geïmplementeerd worden. En één manier om dat netjes te implementeren is aan de hand van het relationeel model. Dus we gaan dan ook verschillende mappings van het EER-model naar het relationeel model gaan bespreken. Het is een zeer belangrijk hoofdstuk en we gaan er ook wat oefeningen op maken. Oké, we gaan eens een voorbeeld nemen van een bedrijf. En stel nu eventjes dat je een Belgisch bedrijf neemt zoals bijvoorbeeld Callebaut. Callebaut is een bekend Belgisch bedrijf, die dus chocolade gaat maken. Callebaut heeft verschillende processen om dus die chocolade te gaan maken. Ze gaan moeten chocoladebonen aankopen, ze gaan moeten suiker aankopen, ze gaan moeten melk aankopen en zo meer. We gaan eventjes gaan kijken naar zo'n aankopen- en ontvangstsysteem, een purchase- en delivery-systeem. Wat zijn de processen die daar moeten gebeuren? Wel, er zal een eerste stap is dat er een beslissing zal moeten genomen worden om bijvoorbeeld cacaobonen te gaan aankopen. Die cacaobonen zullen moeten aangekocht worden bij een bepaalde leverancier. Ja, dus we gaan een bepaalde leverancier moeten gaan selecteren. Dat kan een leverancier uit Brazilië zijn, uit Costa Rica of uit Ivoorkust. Die leverancierselectie is op zich ook al een belangrijk proces. De cacaobonen kunnen dan geleverd worden en daarvan zal dan ook de kwaliteit moeten onderzocht worden. Ja, er zullen verschillende zaken moeten onderzocht worden daar. Zijn de cacaobonen van de juiste kwaliteit? Worden ze geleverd in de juiste hoeveelheid? Worden ze op tijd geleverd? Dus u ziet, daar zijn verschillende processen die moeten doorlopen worden bij de levering van die cacaobonen. Uiteraard moeten daar verschillende types van gegevens verzameld worden, zoals een productnummer, een productnaam. Ik kan mij voorstellen dat er verschillende types van cacaobonen zijn, die elk een eigen naam hebben en uiteraard ook een eigen productnummer. Daarnaast kunnen er ook verschillende suppliers zijn. Je kunt suppliers hebben in Costa Rica, in Brazilië, in Ivoorkust, die elk terug een eigen nummer hebben en elk terug een eigen naam. De purchase price is de aankoopprijs. De aankoopprijs zal wellicht afhangen van het type cacaobonen, maar ook van de supplier. Een verschillende leverancier kan
Verschillende leveranciers kunnen verschillende prijzen aanrekenen voor verschillende types van cacaobonen. De leveringstermijn, delivery period, is een ander belangrijk informatieelement die moet verzameld worden en die allicht weer zal afhangen van het type cacaobonen en de leverancier of supplier. Dus u ziet, in dat proces zijn er verschillende stapjes die plaatsvinden en daar zijn ook verschillende gegevensbehoeften. En de bedoeling is om dat ganse proces nu heel netjes in kaart te brengen. Nu, stel nu dat je dat zou moeten gaan doen voor Callebaut. Stel, u studeert af, u gaat gaan werken voor een consultingfirma, Accenture, KPMG, Deloitte. Dan zou het best wel eens kunnen dat u dergelijk project moet gaan uitvoeren. Dat men zegt van bouw eens een informatiesysteem voor een klant zoals Callebaut, waarbij je gaat kijken naar een aankoop- en ontvangstproces. Nu, het nauwkeurig in kaart brengen van die informatiebehoeften is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Ja? Omdat je gaat met heel wat mensen moeten gaan praten, je gaat heel wat processen moeten gaan inspecteren en vaak ga je zien dat je daar overspoeld wordt door heel wat irrelevante, oninteressante informatie. Vaak ga je ook zien dat indien je met bepaalde mensen gaat spreken, dat zij slechts een schakel zijn in een proces en dat zij daardoor ook een zeer beperkt zicht hebben op het proces en vaak ook niet alle informatie hebben, lack of info. Ze hebben niet alle informatie omtrent het volledige proces. Vaak ga je ook gaan zien dat indien je met bepaalde mensen gaat spreken, indien je bepaalde processen gaat inspecteren, dat sommige mensen zullen u te gedetailleerde informatie geven, die eigenlijk niet zinvol is bij het initiële opzetten van uw informatiesysteem. Andere mensen zullen u te geaggregeerde, ja, zeg maar te algemene informatie gaan geven. De bedoeling nu van een information analyst, een informatieanalyst of een informatiearchitect, is dus eigenlijk om een brug te vormen tussen de business en de IT. De IT zijn de programmeurs, dat zijn de mensen die de database toepassing gaan maken. De business, dat zijn de mensen die zich dagelijks bezighouden met het aankopen van cacaobonen, met het inspecteren van de kwaliteit daarvan en zo meer. Als informatieanalyst of informatiearchitect ben je een perfecte brug tussen deze twee partijen. Je moet in staat zijn om dus de business te begrijpen. Je moet in staat zijn om je onder te dompelen in het bedrijfsproces en te weten wat er daar allemaal gebeurt. Aan de andere kant moet je ook in staat zijn om al die zaken die daar gebeuren in dat bedrijfsproces, om die dus in kaart te brengen onder de vorm van een informatiemodel. Een informatiemodel die dan kan doorgespeeld worden aan de databaseontwikkelaar, aan de IT-guy en die dat dus kan gaan implementeren. Dus je vervult een zekere brugfunctie. Je bent een informatiearchitect. Een architect van een huis die vervult exact dezelfde functie. Je gaat gaan kijken naar de bouwheer, ja, van welk huis dient er gezet te worden. Hij gaat daar een plan gaan van maken en hij gaat dat plan gaan geven aan onderaannemers, metsers, timmermans en zo meer, om dat huis te gaan zetten. Wel, een informatieanalyst of een informatiearchitect die doet exact hetzelfde, maar die bouwt een plan van een informatiesysteem. En je kunt dat plan van verschillende kanten gaan bekijken. Je kunt naar het dataperspectief gaan kijken of naar het procesperspectief. In dit hoofdstuk gaan we echt gaan kijken naar het dataperspectief. Ik kan u ook onmiddellijk een tip meegeven voor een examenvraag. U weet, het examen is multiple choice. En wat we daar zouden kunnen gaan vragen, kijk, een informatieanalyst of informatiearchitect is een programmeur, waar of vals. Een informatieanalyst of architect is dus geen programmeur. Die gaat informatie gaan analyseren of die gaat daar een architectureel plan van gaan opstellen, zodanig dat dat kan geïmplementeerd worden door een programmeur. Als TW'ers bent u perfect opgeleid om dat te gaan doen. U hebt vorming gekregen om bedrijfsprocessen te gaan begrijpen, financiële processen, logistieke processen, HR-processen. Daarnaast hebt u ook een basisvorming IT, zoals in deze cursus, die u toelaat om te spreken met programmeurs. Dus u hebt een zeer polyvalente opleiding, zodanig dat u eigenlijk een brugfunctie vormt tussen de business en de IT. Dat betekent dat een informatieanalist heel nauw gaat moeten samenwerken met de eindgebruikers. Wie zijn dat, de eindgebruikers? Dat zijn de mensen die dus het informatiesysteem gaan gebruiken. Zeg maar de aankoopmanager, de inspection manager, die dus de cacaobonen gaat inspecteren, maar zeg maar ook de mensen van de dienst facturatie bijvoorbeeld. Dus als informatieanalist moet je daar naartoe gaan, moet je daarmee gaan samenwerken. En je moet eerst en vooral die mensen gaan bevragen.
En dat is niet simpel, want mensen gaan altijd naar het bestaande systeem gaan verwijzen. Dat betekent dat ze heel slecht zijn in out-of-the-box thinking. Out-of-the-box thinking betekent dat je een stapje uit je eigen leefwereld zet en dus kijkt naar je eigen leefwereld en zegt van wat zou er daar nu kunnen aan verbeteren? En dat is iets dat heel moeilijk is voor mensen om te gaan doen. Een andere belangrijke uitdaging is dat men heel vaak gaat refereren naar recente informatiebehoeften. Recentelijk is er iets misgelopen, men had bepaalde informatie nodig, bleek die niet te hebben en men is daardoor gefrustreerd. Men ging bijvoorbeeld een leverancier selecteren ergens in Brazilië, men had het nummer van de leverancier, de naam, maar plots bleek het adres te ontbreken. Dus men kon bijvoorbeeld geen order gaan zetten omdat de adresinformatie onvolledig was. Wel, indien dat recentelijk is opgetreden, gaat men daar heel veel belang aan hechten. Wat misschien bij de initiële bouw van een informatiesysteem nog niet zo belangrijk is. Zoals ik ook al eerder zei, zijn heel wat van die end-users, die business-users, slechts een schakel in een Hans systeem, een schakel in een Hans aankooporderproces, en hebben ze daardoor een beperkt zicht op de totale informatiebehoeften. En kunnen zij eigenlijk zich heel moeilijk loskoppelen van dat bestaande systeem. Oké, hoe gaan we dan die informatiebehoeften in kaart gaan brengen? Daar bestaan verschillende technieken voor. Eerst en vooral is observatie. Dat betekent dat je dus gaat onderdompelen in het bedrijfsproces en dat je dus op de werkvloer gaat observeren wat daar allemaal gebeurt. En dat zijn technieken die daadwerkelijk ook gebeuren door die consultingfirma's. Men gaat dus een aantal van die informatieanalisten, informatiearchitecten, op de werkvloer laten rondlopen en de bedrijfsprocessen laten inspecteren. Gewoon kijken, observeren. Een beetje gerelateerd daarmee is interviewen. Nadat u het bedrijfsproces een tijdje hebt geobserveerd, kan u bepaalde mensen gaan interviewen en zeggen van kijk, wat doet u precies? Wat zijn de informatiebehoeften die u nodig hebt? Met welke gegevens wenst u allemaal te werken? Surveys, bevragingen, zijn ook een belangrijk instrument. Men kan surveys gaan laten uitvoeren, men kan die anoniem laten uitvoeren of niet anoniem. Anonieme surveys hebben het voordeel dat men eens goed zijn mening kan spuien en eens goed kan kijken van wat zou er nu echt moeten verbeteren aan het huidige bedrijfsproces, informatiegewijs dan, en wat zou mijn leven aangenaam kunnen maken vanuit informatiestandpunt. Documentanalyse betekent dat u gaat vragen van wat zijn de documenten? Toon mij eens een aankoopbon. Toon mij eens een inspectiebon. Bijvoorbeeld, een inspectiebon is een bon die opgemaakt wordt als bepaalde cacaobonen binnenkomen, waarbij de kwaliteit geteld wordt, waarbij vlug de kwantiteit bekeken wordt en zo meer. Dus documentanalyse betekent dat je dus die documenten gaat inspecteren. Je gaat kijken van welke informatieveldjes staan er op die documenten en hoe worden die documenten ingevuld. Zijn er informatieelementen op die documenten die vaak opengelaten worden of zijn er informatieelementen die vaak manueel toegevoegd worden? Brainstorming is dan waarbij je dus met een aantal mensen gaat samenzitten en probeert out-of-the-box thinking te doen. Je gaat zeggen, van, stel nu eens in een ideale wereld, hoe zou uw leven er kunnen uitzien indien u het voor het zeggen had, indien u zou kunnen zelf beslissen welke informatie u kan gebruiken en welke informatie u niet wenst te gaan gebruiken. Dat is brainstorming. En een manier om dat te ondersteunen is de Delphi-methode, is dus een soort gestructureerde bevraging, interview, om dus een consensus overeenstemming te gaan bereiken rond een bepaalde probleemsituatie. En je kunt dat ook gaan ondersteunen met allerlei technieken uit de beslissingsanalyse, uit OR, Operations Research, zoals beslissingstabellen bijvoorbeeld. Beslissingstabellen worden later nog besproken. Prototyping is ook een interessante techniek. Een prototype is eigenlijk een systeem dat je bouwt zonder functionaliteit. Dus je gaat gewoon een interface gaan bouwen. Dat betekent gewoon een schermpje met een aantal knoppen daarop, met een aantal drop-down lists daarop, een aantal checkboxes daarop. En u gaat dat geven aan de klant. Dat systeem is daar niet functioneel. Dat betekent als u op een knop drukt, gebeurt er eigenlijk niks. Maar je kunt zeggen van kijk, stel dat ik u deze interface geef, is dit het systeem dat voor u ideaal zou zijn. En dat zal u toelaten om nog beter die informatiebehoeften in kaart te gaan brengen. Dus je ziet daar bestaan verschillende technieken om dat te gaan doen, die uiteraard ook allemaal gaan gecombineerd worden. We gaan eens gaan kijken nu naar dat datamodeling. Datamodeling is het ontwikkelen van een conceptueel gegevensmodel. Dus een gegevensmodel die de concepten gaat weergeven. Herinner wat ik eerder zei. Entiteittypen en relationshiptypen zijn concepten. We gaan even die definitie samen lezen en vertalen. Die moet je uiteraard niet gaan memoriseren. Een conceptueel model laat u toe om de semantiek
van de universe of discourse. Wat is dat, de universe of discourse? De universe of discourse is de bedrijfscontext, het bedrijfsproces. Bijvoorbeeld een aankooporderadministratie kan de universe of discourse zijn. Dus je wenst de semantiek van die aankooporderadministratie vast te leggen zo accuraat mogelijk, zo nauwkeurig mogelijk, zonder je zorgen te maken omtrent de bepaalde implementatie. Ga je dat gaan implementeren in Access? Ga je dat gaan implementeren in IBM? Ga je dat gaan implementeren in Oracle? Deze vraag is momenteel niet aan de orde. De enige vraag waar we hierin geïnteresseerd zijn is, we wensen dat conceptueel gegevensmodel zo goed mogelijk te gaan opstellen. We wensen ons bedrijfsproces vanuit informatieoogpunt zo nauwkeurig mogelijk in kaart te gaan brengen. En één belangrijk model hier is het ER-model, Entity Relationship Type Model, waarbij we dus gaan kijken naar entiteittypen en relationship typen, zoals ik eerder heb gezegd. Later gaat dat ER-model uiteraard moeten geïmplementeerd worden. Ja? Dat zal geïmplementeerd worden typisch onder de vorm van een relationeel database-model. Maar dat gebeurt in een later stadium. Daar gaan we in een later stadium ook uitvoerig op terugkomen. In dit stadium is het enige dat belangrijk is, dat ER-model opstellen. Te gaan kijken naar de entiteittypen, te gaan kijken naar de relationship-typen en dat model netjes te gaan opstellen. Later gaan we dan wel zien hoe we het gaan implementeren. Dus een andere tip voor een examenvraag kan dan zijn hier, een ER-model is een implementatiespecifiek model. Dat is helemaal niet waar. Een ER-model is implementatie onafhankelijk. De implementatie is een probleem wat we later zullen gaan aanpakken. Oké, Entity Relationship Model is een formalisme om een conceptueel gegevensmodel te gaan bouwen. En het werd ontwikkeld door Peter Chen, een tijdje geleden al, 1976. En het zal dus een realistisch beeld van het bedrijfsproces gaan bieden op een formele manier. Dat betekent dat het toch heel nauwgezet, nauwkeurig, ons bedrijfsproces zal in kaart brengen. En de bedoeling is om hier een compromis te vinden tussen expressiviteit, dus wat het allemaal kan gaan uitdrukken, de verbanden die het kan weergeven, en begrijpbaarheid. Het moet begrijpbaar zijn, want ons ER-model is een communicatiemiddel naar de eindgebruikers en naar de IT-mensen. Herinner, als informatieanalist, informatiearchitect, vormen wij een brugfunctie tussen de eindgebruikers en de IT'ers. Dus ons ER-model moet eigenlijk ook een brug vormen als dusdanig, moet begrijpbaar zijn voor de eindgebruikers. Anderzijds moet het ook formeel genoeg zijn, zodanig dat als we een ER-model geven aan onze IT'ers, dat die dat op een eenduidige manier kunnen gaan implementeren. Ik heb er al lichtjes op gealludeerd daarnet, maar een ER-model heeft dus entiteittypen, heeft attribuuttypen en ook relationship-typen. Het wordt grafisch weergesteld, voorgesteld onder de vorm van een ER-diagram. Ik geef u dadelijk een voorbeeldje daarvan. En daar bestaan allerlei uitbreidingen van, hè, zoals het Enhanced Entity Relationship-model, wat we later uitvoerig zullen gaan bespreken. Hier ziet u een voorbeeldje van een ER-model. We gaan toch eventjes wat tijd nemen om dat nader toe te lichten. Ik heb drie entiteittypen. Supplier is een entiteittype, product is een entiteittype en aankooporder, purchase order, is een entiteittype. Dit zijn concepten rond de welke wij gegevens wensen te gaan verzamelen. De supplier is een entiteittype. Peter Jansen is een entiteit. Dus een individueel voorkomen van een supplier van een entiteittype is een entiteit. Supplier is het entiteittype. Peter Jansen is een entiteit. Product is een entiteit type. Een specifiek product, zeg bijvoorbeeld cacaobonen type ABC, is een entiteit. Een individueel voorkomen van een product. Purchase order is een entiteit type. Een specifiek aankooporder, een specifiek purchase order, dat je eigenlijk bijna manueel kunt vastpakken, is een entiteit. Dus je hebt het onderscheid tussen het type en het individueel voorkomen. Elk entiteittype wordt gekarakteriseerd door een aantal elementen die we attribuuttypen gaan noemen. Dus een supplier wordt gekarakteriseerd door suppliernummer, supplier name, supplier city, supplier adres, supplier status. Dat zijn attribuuttypen. Een individueel voorkomen van een attribuuttype is een attribuut, of men noemt het ook vaak soms een attribuutwaarde. Supplier name, Peter Jansen, is een attribuut of een attribuutwaarde. Supplier name is het attribuut type. Peter Jansen is een attribuut. Supplier city is een attribuut type. Leuven is een attribuut of een attribuutwaarde. Analoog voor product
Productnummer is het attribuut type. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 is een attribuut of een attribuut waarde. Analoog voor purchase order. Je ziet ook dat bepaalde van die attribuuttypen onderlijnd zijn. Dit zijn wat we noemen sleutelattribuuttypen. Dus je ziet bij supplier dat supplier nummer onderlijnd is, omdat het een sleutelattribuuttype is. Een sleutelattribuuttype is een attribuuttype waarmee je uniek entiteiten kunt gaan identificeren. In deze context betekent dat dat elke supplier een uniek supplier nummer heeft. Dus met een uniek supplier nummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan ik dus één supplier gaan aanwijzen. Voor purchase order is dat purchase order nummer. Voor product is dat productnummer. Naast de entiteittypen en de attribuuttypen hebben we ook relationship typen. En de relationship typen laten ons toe om verbanden te gaan leggen. Want uiteraard staan die entiteittypen niet los van elkaar, maar zijn ze met elkaar gerelateerd. We gaan eventjes kijken tussen supplier en product. Dat verband is het verband supplies, levert bijvoorbeeld. Een supplier levert producten. Een product wordt geleverd door suppliers. Dat is een verband. En je kunt dat verband in twee richtingen gaan bekijken. Dus je hebt daar die ruit die het verband weergeeft met prot-sub en sub-prot. Dat zijn eigenlijk twee driehoeken, twee pijlen als het ware. Die aangeven het verband in de ene richting, het verband in de andere richting. Die twee driehoeken, dat zijn de twee rollen. Ja? Elk relationship type heeft twee rollen. Een rol in de ene richting en een rol in de andere richting. Dat verband wordt ook gekenmerkt door die getalletjes die in beide gevallen 0 tot n zijn. Dit is wat we noemen de minimumcardinaliteit en de maximumcardinaliteit. We beginnen eventjes met het verband van supplier naar product. Wat dit betekent, is dat een supplier minstens 0 maximum n producten kan leveren. Omgekeerd, een product wordt geleverd door minstens 0 maximum n suppliers. Dus het eerste getalletje wijst altijd naar de minimumcardinaliteit, het minimum aantal keren van voorkomen. Het tweede getalletje verwijst naar de maximumcardinaliteit. Okay. Je ziet ook dat dit relationship type bepaalde attribuuttypen heeft. Je ziet dat met die ruit twee attribuuttypen geconnecteerd zijn. Delif period, leveringstermijn, en purchase price, de prijs. Waarom zijn die nu met dit relationship type geconnecteerd? Wel, om de levertermijn te kennen en de aankoopprijs, moet je zowel de supplier als het product kennen. Je kan beide attribuuttypen zomaar niet gaan doorschuiven naar supplier of naar product, want om die attribuuttypen te kennen moet je weten welke leverancier is het en welk product is het. Dus het kan zijn dat leverancier Peter Janssen bijvoorbeeld voor cacaobonen type ABC een andere prijs aanrekent dan leverancier Jan Peters. Dus om de levertermijn en het product te kennen, moet je zowel de supplier als het product kennen. Vandaar dat de levertermijn en de prijs geconnecteerd zijn met het relationship type. Laten we ons nog eens het relationship type bekijken. Het relationship type on order, in bestelling. Een supplier heeft minstens 0 maximum 1 aankooporders in bestelling. Omgekeerd, een aankooporder staat in bestelling bij minstens 1 maximum 1 supplier. Minstens 1 maximum 1 supplier wil eigenlijk zeggen exact 1 supplier. Hè? Dus exact 1 supplier. Minstens 1 maximum 1 supplier is exact één supplier. By the way, ik raad u telkens aan om die relationship types ook te lezen met minstens maximum, want dat geeft u heel veel inzicht in het model. Een aankooporder, we kijken nu naar het relationship type purchase order line, PO line. Een aankooporder kan minstens 1 maximum n producten hebben die erop vermeld staan. Een product kan in bestelling zijn in minstens 0 maximum n aankooporders. Dus hier volgens het model moet een aankooporder altijd minstens 1 product in bestelling hebben. Met andere woorden, er moet altijd 1 lijntje staan op een aankooporder met een bepaald product. Het model laat met andere woorden niet toe dat een aankooporder 0 producten in bestelling heeft. Dus je kunt geen lege aankooporders hebben, wat vrij evident is, maar wat hier netjes is vastgelegd in ons model. Bovendien heb je ook de hoeveelheid, de quantity, die hier weer is gegeven als attribuuttype van het relationship type. Dat geeft dus weer de hoeveelheid die van een bepaald product in een bepaald aankooporder is vastgelegd. Op basis van dit ER-model kun je dan verschillende vragen gaan stellen. En dat ER-model wordt typisch opgesteld in samenspraak met de eindgebruiker. Dus je gaat aan de eindgebruiker gaan vragen waaromtrent wenst u gegevens te gaan verzamelen, omtrent supplier, omtrent product, omtrent purchase order. Je gaat die verbanden gaan tekenen daartussen. En die minimum- en maximumcardinaliteiten die ga je telkens gaan vastleggen
door nauw met die eindgebruiker te gaan spreken, door het bijvoorbeeld te gaan zeggen van, moet er op een purchase order altijd minstens één product staan of kunnen er purchase orders zijn met nul producten? En dan gaat die mens daar eventjes over nadenken en dan gaat hij misschien zeggen, wel, op een purchase order moet er altijd minstens één product staan. En zo weet u dat die minimum cardinaliteit 1 is. Oké, dus we hadden entiteittypes en entiteiten. Dat verschil heb je wel een klein beetje door nu. Een entiteit is een object in de reële wereld met een onafhankelijk bestaan. Een entiteit kan bijvoorbeeld Jan Peters zijn. Jan Peters is een entiteit, een individueel voorkomen van het entiteittype supplier, bijvoorbeeld. Kan ook cacaobonen type A, B, C zijn. Dat is een individueel voorkomen van het entiteittype product. En een entiteittype kan fysisch zijn, dat kan een klant zijn, dat kan een leverancier zijn, dat kan een product. Kan ook conceptueel zijn, iets dat je niet onmiddellijk kan vastpakken. Zoals een bedrijf, een job of een universitaire cursus. Elke entiteit heeft bepaalde karakteristieken, ja, die we attributen gaan noemen. Een werknemer, employee, heeft attribuuttypen zoals naam, leeftijd, adres, salaris, diploma en job. Dus ook bij attributen heb je het onderscheid tussen attribuuttypen en attributen of attribuutwaarden. Een attribuuttype is bijvoorbeeld name, dat is het type. Het individueel voorkomen van de naam kan dan bijvoorbeeld Jan Peters zijn of Peter Janssen. Dat is dan een attribuutwaarde. Sommige van die waarden kunnen nul zijn. Nul betekent niet zero of nul, maar nul dubbele L betekent onbekend of niet van toepassing. Stel nu bijvoorbeeld dat je van studenten de Facebookpagina wenst te gaan bijhouden, maar niet alle studenten hebben een Facebookpagina. Ja. Dat betekent dat dus het attribuut Facebookpagina voor sommige studenten nul zal zijn. Onbekend, niet van toepassing. Het kan ook zijn dat sommige studenten nog geen adres hebben, geen e-mailadres bijvoorbeeld. Lijkt mij heel onwaarschijnlijk, maar stel u voor dat een student bijvoorbeeld geen e-mailadres heeft, dan is de waarde van e-mailadres, van het attribuuttype e-mailadres, is nul, onbekend. We hebben eigenlijk, wanneer je kijkt naar entiteittypen en entiteiten, is dat eigenlijk het onderscheid tussen een type en een instantie. Een instantie is eigenlijk een individueel voorkomen van een type. Je kunt een onderscheid maken tussen classificatie en instantiatie. Dus je hebt bijvoorbeeld Jan Peters, Peter Janssen, Bart Basis, laten we zeggen dat dit drie leveranciers zijn, die kun je gaan classificeren als het type, als het entiteittype leverancier. Dus bij klassificatie betekent dat je van de entiteiten naar het type gaat. Je hebt Jan Peters, Peter Janssen, Bart Basis, ga je gaan klassificeren als suppliers, als het entiteittype suppliers. De andere richting is instantiatie. Dus je gaat starten van supplier, als het entiteittype, en dat ga je dan gaan instantiëren. Je gaat daar bepaalde instanties van gaan maken, zoals Jan Peters, Peter Janssen, Bart Basis. Dus een entiteittype definieert een verzameling of een collectie van entiteiten die dan ook dezelfde karakteristieken gaan delen. Karakteristieken die we dus attributen gaan noemen. En bemerk dat je terug, dat heb ik al reeds uitgelegd, je hebt het verschil tussen een attribuut versus een attribuuttype. Een attribuut is een individueel voorkomen van een attribuuttype. Blauw is een attribuut of een attribuutwaarde voor het attribuuttype productkleur, bijvoorbeeld. Dus classificatie versus instantiatie, je ziet het nog een. Hier op niveau 1 heb je dus de entiteit typen, employee, werknemer, departement. Op niveau 0 heb je dan de specifieke entiteiten John Smith, Lee Wong, Logistics, Finance en zo meer. Wanneer wij gaan modelleren, gaan we altijd op niveau 1 gaan werken. We gaan gaan kijken naar de entiteit typen. Nogmaals, hier toegelicht. Dus je ziet dat hier toegelicht in Microsoft Access. Microsoft Access is een voorbeeld van een relationele database-toepassing die u toelaat om ER-modellen te gaan implementeren. We gaan dat later nog uitvoerig gaan bespreken. Dus hier zie je een voorbeeldje uit de real-life database. We hebben employees, we hebben daar bijvoorbeeld in deze context bepaalde docenten en aan de rechterkant hebben we dan bepaalde departementen en de individuele voorkomens daarvan. Nu, wanneer we kijken naar attribuuttypen, kun je nog een verder onderscheid gaan maken tussen composite versus simple of atomic attributen. Composite betekent samengesteld. Simple atomic betekent niet samengesteld. Wat is een voorbeeld van een samengesteld attribuuttype? Wel, naam is samengesteld. Waarom? Omdat je het kunt aan ontleden, opsplitsen in voornaam en familienaam.
Adres is samengesteld. Dat betekent dat je het kunt gaan ontleden in straatnaam, straatnummer, postcode, gemeente en land. Salaris is niet samengesteld. Dus salaris is niet samengesteld, je kunt het niet verder gaan ontleden. Wat maakt of iets of een attribuuttype samengesteld of niet samengesteld is? Wel, het is terug de business die dat gaat bepalen. Stel nu, we hebben het attribuuttype naam van de leverancier. Dan moet ik vragen aan mijn end-user, wensen jullie de voornaam en de familienaam apart te houden of gaan we het altijd gecombineerd gaan beschouwen? En indien mijn business-user zegt van ja, we wensen dat eigenlijk altijd apart te houden, ja, zodanig dat we zicht hebben op de voornaam en de familienaam apart, wel, dan moet je dat gaan modelleren als een composite, een samengesteld attribuuttype. Maar indien mijn business-user nu had gezegd van ja, eigenlijk wensen wij de voornaam en de familienaam niet apart te kennen, we gaan ze toch altijd samen gebruiken, dan kan je het als atomair gaan beschouwen. Dus of dat je het composite of atomair beschouwt, hangt eigenlijk terug af van de business. De business gaat u dat opleggen en je moet dat ook gaan vragen aan de business via die technieken die we eerder hebben vermeld, observatie, interviewing en zo meer. Een attribuuttype kan ook enkelwaardig zijn of meerwaardig. Enkelwaardig betekent, zoals de term suggereert, dat je maar één waarde voor hebt, zoals leeftijd. Iemand heeft maar één leeftijd. Meerwaardig betekent dat er meerwaarden kunnen zijn, zoals diploma's. Het kan zijn dat een student bijvoorbeeld meerdere diploma's heeft. Dan is dat een meerwaardig attribuuttype. Misschien heeft een student meerdere e-mailadressen. Heeft een Yahoo en een student e-mailadres. Meerdere waarden. Dus je kunt dan ook combinaties hebben. Hè. Je kunt een composite multivalued attribuut hebben. Of multivalued composite attribuut, zeg ik misschien beter. Dat betekent een composite attribuut, zoals adres, met meerdere waarden. Ja, het kan zijn dat een student bijvoorbeeld een thuisadres geeft en een studentenadres bijvoorbeeld. Sleutelattribuuttypen zijn attribuuttypen die toelaten om entiteiten op een unieke manier te gaan identificeren. We hebben het er al eerder over gehad, zoals bij product hadden we productnummer, bij supplier hadden we suppliernummer. Bij employee kan dat bijvoorbeeld de social security nummer zijn. Hier afgekort als SSN. Dat zijn attribuuttypen waarbij je kan zeggen, kijk, voor één waarde van het attribuuttype heb ik één waarde of kan ik precies één entiteit gaan aanduiden. Bemerk dat het ook zo kan zijn dat voor een bepaald attribuuttype dat je dus meerdere, voor een sleutelattribuuttype, dat je dus meerdere attribuuttypen moet gaan combineren. Je ziet daar het voorbeeldje vlucht met twee attribuuttypen, vluchtnummer en datum, die samen het sleutelattribuuttype gaan bepalen. Waarom is dat? Wel, dat hangt terug een klein beetje af van de bedrijfssetting. Ik ga u een voorbeeldje geven. Stel, u hebt een vlucht van SN Brussels Airlines en u hebt vlucht nummer 100. En die vlucht vertrekt van, laten we zeggen, van Brussel, van Zaventem, naar Londen. Het vluchtnummer is 100. Hoe weet je nu of dat een sleutelattribuuttype is, ja dan nee? Wel, dat weet je enkel door te gaan spreken met de mensen van de business. En stel nu, je vraagt aan de mensen van de business, vluchtnummer 100, laat dat mij toe om uniek een vlucht te gaan identificeren. En de kerel van de business die zegt van, ja, eigenlijk niet, want vandaag hebben we een vluchtnummer 100 die vertrekt van Zaventem naar Londen, maar morgen hebben we ook die vlucht. Morgen is het ook vluchtnummer 100 die vertrekt van Zaventem naar Londen. Oké, dus vluchtnummer is duidelijk ontoereikend, want met vluchtnummer 100 komen er dus meerdere vluchten overeen. Een vlucht vandaag, morgen, de dag nadien en zo meer. Dus kan je je afvragen, misschien is datum voldoende als sleutelattribuuttype. Dan vraag je, dat lijkt misschien een stomme vraag, maar altijd nuttig om toch eventjes te polsen, dan vraag je van, met een bepaalde datum kan ik dan uniek één vlucht gaan identificeren? En dan zegt de man van SN Brussels Airlines duidelijk niet, want op een bepaalde datum, vandaag, heb je uiteraard meerdere vluchten. En dan kun je gaan kijken naar de combinatie van de twee, vluchtnummer en datum. Op een bepaalde datum en een bepaald vluchtnummer identificeert dat uniek een vlucht. Als ik nu kijk naar vluchtnummer 100 vandaag, identificeert dat uniek een vlucht. En dan zegt de kerel van SN Brussels Airlines, dit identificeert inderdaad uniek een vlucht. Dus dan weet je dat je de combinatie nodig hebt van vluchtnummer en datum om uniek een vlucht te gaan identificeren. Dus terug, wat een sleutelattribuuttype bepaalt, is afhankelijk van de business.
Indien de business zo was geweest, dat vluchtnummers altijd uniek zijn, dat men vluchten gewoon op lopend nummert, vandaag 100, 101, 102 en zo meer, dan was het zo geweest dat vluchtnummer misschien wel toereikend was als sleutel. Maar dit is nu niet hoe onze business, hoe ons bedrijfsproces eruit ziet. Vandaar dat we hier de combinatie vluchtnummer en datum nodig hebben. Een sleutelattribuuttype heeft ook altijd een uniqueness constraint. Dat betekent, je gaat dus gaan opleggen, dit is een sleutelattribuuttype, dus dat betekent dat alle entiteiten een unieke waarde moeten hebben, unieke attribuutwaarde moeten hebben voor dit sleutelattribuuttype. Hier zie je eventjes de attribuuttypen ook weergegeven terug in Access. Dus je ziet daar een aantal entiteittypen, units, met attribuuttype unit ID, unit name, department name, docents, docenten. En dan kun je hier dus ook de attribuuttypen gaan weergeven. Dus je hebt de attribuuttypen docent ID, dat is een number attribuuttype. Docent name is een textuele waarde, docent unit ID, die terug een getalleke of een number is. We gaan nu eens gaan kijken naar relationship typen. We hadden eerder al relationship typen gezien, dus we hadden relationship typen tussen supplier en product bijvoorbeeld. Dus relationship type gaat een aantal homogene verbanden, associaties gaan definiëren tussen entiteittypen. Terug hebben we het onderscheid tussen relationship type en een relationship. Relationship is een instantie, een individueel voorkomen van zo'n associatie, van zo'n verband. Relationship type heeft een naam, bijvoorbeeld we hebben het relationship type on order, in bestelling, eerder gezien, die dus de associatie tussen supplier en purchase order gaat modelleren. Relationship types kunnen ook attribuuttypes hebben. Herinner u, het relationship type tussen supplier en product, dat gaat bepaalde attribuuttypen, zoals levertermijn en prijs. Dat zijn attribuuttypen die enkel gekend zijn nadat men beide entiteittypen kent, nadat men zowel supplier als product kent. Dus de waarden van deze attribuuttypen zijn enkel gekend indien men beide entiteittypen van het relationship type kent. Degree, of zeg maar de graad van relationship type, is het aantal entiteittypen dat deelneemt in het relationship type. En je kan dan een unair of een recursief relationship type gaan hebben, bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien wat raar, maar dat is een relationship type met maar één entiteittype. We gaan daar dadelijk een voorbeeldje van doen. De relationship types die wij tot nu toe gezien hebben, zijn binaire relationship types. Dat betekent relationship types waarbij twee entiteittypen participeren. Bijvoorbeeld supplier en product. Bijvoorbeeld product en aankooporder of aankooporder en supplier. Je kan ook relationship types hebben met drie participerende entiteittypen. Dat is iets minder frequent voorkomend. In deze cursus gaan we daar ook niet verder op ingaan, maar in de cursus Principles of Database Management bijvoorbeeld gaan we daar toch iets dieper op in. Relationship types, als u kijkt naar binaire relationship types, hebben altijd twee richtingen volgens de welke je ze kunt gaan interpreteren. Dus indien we kijken naar het relationship type on order, tussen supplier en order, kun je dat gaan interpreteren, gaan beschouwen van supplier naar purchase order of van purchase order naar supplier. Herinner, relationship type wordt altijd voorgesteld door een ruit, maar ik kan dat eigenlijk gaan interpreteren als twee pijlen. Die associatietypes of rollen geven dus die twee richtingen weer. En bij het relationship type on order hebben we dan de twee rollen, dus sub, po en po, sub. Ja, de twee richtingen. Een kardinaliteitsratio gaat dan een relationship type gaan kwantificeren. Die gaat daar getalletjes aan gaan toekennen. Dus die gaat dus het minimum en maximum aantal keren gaan weergeven dat een bepaalde entiteit kan gekoppeld zijn met een andere entiteit binnen de context van het relationship type. Die minimumkardinaliteit die kan 0 of 1 zijn. Indien de minimumkardinaliteit 0 is, dan kan het zijn dat een entiteit kan voorkomen zonder gekoppeld te zijn met de andere entiteit. Bijvoorbeeld van supplier naar purchase order. Het kan zijn dat je suppliers hebt die 0 purchase orders, 0 aankooporders hebben uitstaan. Men noemt dat partiële participatie. Dat betekent dat sommige entiteiten zullen participeren in het relationship, sommige zullen niet participeren. Er kunnen suppliers zijn die niet gekoppeld zijn aan purchase orders, die dus niet participeren. Anderen kunnen wel participeren. Partiële participatie. Die minimumkardinaliteit kan ook 1 zijn. Dat betekent dat een entiteit altijd moet geconnecteerd zijn met minstens 1 andere entiteit.
Een purchase order moet altijd geconnecteerd zijn met een supplier. Het kan niet zo zijn, volgens ons datamodel, dat je purchase orders hebt die niet geconnecteerd zijn met suppliers. Dus die minimum cardinaliteit, als je kijkt in het relationship type van purchase order naar supplier, is 1. Men noemt dat totale participatie. Dat betekent een purchase order moet altijd geconnecteerd zijn met een supplier. Men noemt dat ook existence dependency of bestaansafhankelijkheid. Bestaansafhankelijkheid betekent dat het bestaan van een purchase order eigenlijk afhangt van het bestaan van een supplier. Je kunt geen purchase orders hebben die niet geconnecteerd zijn aan een supplier. Vandaar die bestaansafhankelijkheid. De maximum cardinaliteit kan dan 1 of in zijn. Dat betekent, indien de maximum cardinaliteit 1 is, dat een entiteit geconnecteerd is met ten hoogste 1 andere entiteit. Bijvoorbeeld purchase order naar supplier. Een purchase order kan niet met meer dan 1 supplier geconnecteerd zijn. Dus die maximum cardinaliteit is daar duidelijk 1. In de omgekeerde richting kan het wel zo zijn dat, bijvoorbeeld een supplier meerdere purchase orders heeft uitstaan. Daar kan dan de maximum cardinaliteit in zijn. Dus dat geeft ons 4 combinaties, 0 tot 1, 0 tot n, 1 tot 1 en 1 tot n. We gaan nu even kijken naar een van de relationship types die we eerder hebben besproken, on order, in bestelling. Dus je ziet daar supplier, je ziet purchase order. Dit is een relationship type van graad 2, binair relationship type, omdat je dus 2 entiteittypen hebt die erin deelnemen. Een supplier heeft minstens 0 maximum in purchase orders in bestelling. Omgekeerd, een purchase order is geconnecteerd met minstens 1, maximum 1 supplier. Dat betekent dus met exact 1 supplier. Ik raad u aan om die relationship types ook altijd te lezen met de minimum en de maximum. Dat laat u altijd toe om die relationship types heel gemakkelijk te gaan begrijpen. Hier ziet u een voorbeeldje van een ander relationship type. Het relationship type werkt in. Employee werkt in minstens 1, maximum 1 departement. Dat betekent exact 1 departement. Een employee werkt in exact 1 departement. In een departement, omgekeerde richting, omgekeerde pijl van de ruit. In een departement werken minstens 0, maximum 1 employees. Herinner, een minimum cardinaliteit van 1 wijst altijd op bestaansafhankelijkheid. Dus u ziet daar employee is bestaansafhankelijk van departement. Je kunt geen employee hebben die niet geconnecteerd is met een departement. Dus je hebt daar ook die bestaansafhankelijkheid. Bestaansafhankelijkheid, minimum cardinaliteit 1. Zeker goed onthouden. Ik had u ook gezegd dat je relationship types kunt hebben van graad 1. En dat klonk wel raar. Maar hoe kun je nu een relationship type gaan vastleggen met maar 1 entiteit? Wel, dat kun je wel gaan doen indien je bijvoorbeeld kijkt naar de hiërarchische verantwoordelijkheden van werknemers, van employees. Je ziet dat hier weergegeven. Je ziet dus employee. Een werknemer gaat andere werknemers gaan superviseren. Maar omgekeerd, een werknemer wordt gesuperviseerd door een specifieke andere werknemer. Dus het relationship type supervision, of de hiërarchische verantwoordelijkheden, geeft dus weer welke werknemer welke andere werknemer gaat superviseren. Je kunt dat teruglezen in de termen van minimale en maximale cardinaliteit. Een werknemer superviseert, dus supervises, ik lees in de ene pijl, een werknemer superviseert minstens 0, maximum 1 andere werknemers, in de andere richting. Een werknemer wordt gesuperviseerd door minstens 0, maximum 1 andere werknemers. Dus je kunt dat recursieve relationship type van graad 1 in 2 richtingen gaan lezen. Ja? Terug, die minimum en die maximum cardinaliteiten, van waar haal ik die? Ik haal die uit mijn business. Ja? Dus ik vraag gewoon aan de business setting, kan het zijn dat een werknemer 0 werknemers gaat superviseren? En die zegt ja, dan weet je minimum cardinaliteit 0. Kan het zijn dat een werknemer meerdere werknemers gaat superviseren? En die zegt ja, weet je maximum cardinaliteit in. En dan kun je ook in de andere richting de cardinaliteiten netjes gaan vastleggen. Je ziet daar een aantal individuele tuppels, een aantal individuele voorkomens, instanties van het relationship type. Je ziet dus Rick, Dorfs, supervisors Danny Pieters, Danny Pieters, supervisors Luc Sels, supervisors Alexander van den Abelen en zo meer. Dus je hebt werknemers zoals Luc Sels en Erik de Meulemeester die meerdere andere werknemers gaan superviseren. Je had ook werknemers hebben die niemand superviseren. Ikzelf superviseer spijtig genoeg niemand. Je ziet ook dat iemand gesuperviseerd wordt door soms 0, maximum 1 andere werknemer. Oké.
Binnen entiteittypes moeten we een verder onderscheid gaan maken tussen sterke entiteittypen en zwakke entiteittypen. Een zwak entiteittype is een entiteittype die eigenlijk geen eigen sleutel kan voortbrengen. En ik ga die slide eigenlijk gaan illustreren met een voorbeeldje. Hier zie je het voorbeeldje en kijk eventjes naar het voorbeeldje rechts. We hebben een hotel en room, kamer. Hotel heeft een hotel name, een room heeft een room nummer, een kamernummer. Maar eventjes een voorbeeld nemen, stel u hebt een Holiday Inn hotel, dus Holiday Inn. En u hebt een Holiday Inn Leuven, Holiday Inn Brugge, Holiday Inn Antwerpen, Holiday Inn Brussel. Een kamer heeft kamernummer. Tussen hotel en kamer bestaat een relationship type. Vrij evident. Een hotel kan 0 kamers hebben. Is dat verstandig om ervan uit te gaan dat een hotel 0 kamers kan hebben? Eigenlijk wel, ja, want je kan voorstellen dat je hotels in opbouw hebt. Je hebt bijvoorbeeld een hotel in opbouw in Gent die nog geen kamers heeft, maar je wenst wel al gegevens te gaan opslaan van dat hotel. Dat is dan een hotel met 0 kamers. Ja? Dus vandaar die minimumkardinaliteit 0. Uiteraard kan een hotel meerdere kamers gaan hebben, vandaar de minimumkardinaliteit N. Een kamer hoort altijd toe aan minstens 1, maximum 1 hotel. Het kan niet zijn dat je een kamer hebt die aan 0 hotels gekoppeld is. Hè. Anderzijds kan je ook geen kamer hebben die aan meerdere hotels gekoppeld is. Dus de minimum- en maximumkardinaliteit is 1. Herinner, minimumkardinaliteit 1 betekent bestaansafhankelijkheid. Goed, nu komt het erop neer de sleutelattributiepen te vinden. Wel, voor hotel is dat hotelnaam. We veronderstellen dat elk hotel een unieke hotelnaam heeft. Holiday Inn Leuven, Holiday Inn Gent, Holiday Inn Brugge. Voor kamer zou je eerst kunnen denken aan kamernummer. Kamernummer. Dus we kijken naar kamernummer 100. Laat dat mij toe om uniek een kamer te gaan identificeren. Wel, eigenlijk niet, want je hebt kamernummer 100 in Brugge, je hebt kamernummer 100 in Gent, je hebt kamernummer 100 in Brussel. Dus je hebt eigenlijk, als je kijkt naar kamernummer 100, dan heb je daar bijvoorbeeld 3 kamers die daarmee overeenkomen. Dus kamernummer is duidelijk niet toereikend als sleutel, want met kamernummer 100 heb je een kamer in Brugge, in Gent en in Leuven. Vandaar dat kamer een zwak entiteittype is. Het is niet in staat om zijn eigen sleutel te produceren. Dus om een sleutel te vinden voor kamer, moeten we ook de hotelnaam erbij gaan zetten. Roomnummer, kamernummer, is een partiële sleutel, is een stuk van een sleutel. Het laat mij niet toe om volledig kamers te gaan identificeren. We moeten er hotelnaam gaan bijvoegen. En indien ik hotelnaam erbij voeg en ik kijk naar hotelnaam, bijvoorbeeld Holiday Inn Leuven en kamernummer 100, dus met Holiday Inn Leuven en kamernummer 100, kan ik wel uniek een kamer gaan identificeren. Dus als sleutel heb ik eigenlijk de combinatie nodig van hotelnaam en kamernummer. Kamer is een zwak entiteittype, want het kan niet zijn eigen sleutel gaan produceren. Het moet dus hotelnaam gaan ontleden aan een parent, aan een hotel, vooraleer het met een sleutel kan op de proppen komen. Dus hier zie je een zwak entiteittype. Een zwak entiteittype is altijd bestaansafhankelijk. Nu kan je ook de vraag stellen, geldt het omgekeerde ook? Is een bestaansafhankelijk entiteittype altijd zwak? Wel, we gaan eens een voorbeeldje kijken. We kijken naar eigenlijk een voorbeeldje dat we al, het linker voorbeeldje. Dus een supplier en purchase order. Supplier heeft een supplier nummer. Purchase order heeft een purchase order nummer. En een supplier kan 0 tot 1 purchase orders hebben. Purchase order staat bij minstens 1, maximum 1 supplier in bestelling. Minstens 1 betekent bestaansafhankelijkheid, herinner. Hier hebben we dus purchase order die bestaansafhankelijk is van supplier, maar is het zwak? Wel, eigenlijk niet, want purchase order heeft zijn eigen purchase order nummer. En elk purchase order heeft een uniek purchase order nummer. Dus het linker voorbeeld is een voorbeeld van een bestaansafhankelijk entiteittype dat niet zwak is. Dus je hebt hier gegeven, een zwak entiteittype is altijd bestaansafhankelijk. Een zwak entiteittype is altijd bestaansafhankelijk. Bestaansafhankelijk entiteittype is niet altijd zwak. Wat maakt nu eigenlijk een entiteittype een zwak entiteittype? Wel, het is terug niet jij als modeler die daarover beslist, maar de business. Als ik nu eventjes teruggrijp naar het hotelvoorbeeld, stel nu eventjes dat de kamers op een andere manier genummerd waren. En in de kamers genummerd waren in Leuven van 1 tot 100, in Brussel van 101 tot 300 en in Antwerpen van 301 tot 500. Wel, dan was het wel zo dat de kamernummer unieke kamers identificeerde en dan was kamer geen zwak entiteit.
Dus of dat kamer een zwak entiteittype is, hangt af van mijn business. Dus ik moet het terugvragen aan mijn business user. Wat is de betekenis van een kamernummer? En indien hij mij dan zegt, van elk hotel heeft zijn eigen kamernummers, van 1 tot de maximum capaciteit, dan weet je dus dat kamernummer niet toereikend is als sleutelattribuuttype en dat je het moet gaan combineren met hotelnaam. Hier zie je een voorbeeld ER-model, uitgewerkt voor een werknemersadministratie. We gaan het eventjes lezen. Dus we hebben employee en we hadden dat recursive relationship type, supervision. Een employee of een werknemer superviseert 0 tot 1 andere employees. Een employee wordt gesuperviseerd door minstens 0, maximum 1 employee. Een employee heeft een employee name, een social security number en een e-mail of een address, ja, e-mailadres. Social security number is het sleutelattribuuttype. Een departement heeft een departementnummer, een departementnaam en een departementlocatie. Departementnummer is het sleutelattribuuttype. Een employee, daarnaast hebben we ook project met projectnummer, projectnaam en project duration. We gaan nu eens gaan kijken naar een aantal relationship types die bestaan tussen al die entiteittypen. Het recursieve relationship type supervision hebben we al uitgelegd. Dus een employee en departement hebben we het relationship type works in, werkt in. Dus een employee werkt in minstens 1, maximum 1 departement, dat betekent exact 1 departement. In een departement werkt minstens 1, maximum 1 employees. Dus een departement heeft tenminste 1 employee. Een employee managed, beheert minstens 0, maximum 1 departement. Een departement wordt beheerd, wordt gemanaged door minstens 1, maximum 1, dus exact 1 employee. Tussen employee en project hebben we dus een employee werkt aan minstens 0, maximum 1 projecten. Aan een project werken minstens 0, maximum 1 employees. Een departement is in charge of minstens 0, maximum 1 projecten. Een project is toegewezen aan minstens 1, maximum 1 departement, dus exact 1 departement. Je ziet verschillende relationship types. En je ziet, het ER-model heeft eigenlijk heel duidelijk weer wat de verschillende verbanden zijn en wat de verschillende informatie is die men wensen te gaan capteren. Uiteraard heeft het ER-model ook zijn tekortkomingen. En twee belangrijke tekortkomingen van het ER-model zijn de volgende. 1. Het ER-model laat niet toe om temporele verbanden te gaan weergeven. Wat is een temporeel verband? Wel, een temporeel verband zou kunnen zijn dat we bijvoorbeeld zeggen, een employee, als die aangeworven wordt, wensen we die eerst aan door verschillende departementen een korte stage te laten lopen, maar na 6 maanden moet die toegewezen zijn aan een departement. Ja? Dat is een temporeel verband. Ja? Wel, dat kun je niet gaan weergeven in je ER-model. Zo'n business rule, een business constraint, waarin de tijd een rol speelt, het voorbeeld hier is dat een employee na 6 maanden moet toegewezen zijn aan een departement, dat kunnen we niet gaan vastleggen in ons ER-model. Een ander voorbeeldje van een temporeel verband zou kunnen zijn dat we opleggen dat een employee niet mag terugkeren naar een departement waarvan hij voorheen manager was. Dat is een verband in de tijd. Een employee kan niet terugkeren naar een departement waarvan hij voorheen manager was. Verband in de tijd kunnen we ook niet vastleggen in ons model. Een andere tekortkoming van het ER-model is dat het eigenlijk niet toelaat om business rules op te leggen die meerdere relationship types gaan omspannen. Een regel die eigenlijk meerdere relationship types gaat omspannen. We gaan daar twee voorbeeldjes van geven. Tussen employee en departement heb je dus de relationship types works in en manages. Uiteraard bestaat daar een logisch verband tussen, want als een employee in het departement marketing, als een employee manager is van het departement marketing, dan moet hij ook in dat departement gaan werken. Het kan niet zijn dat employee Jan Peters manager is van marketing, maar werkt in finance. Wel, volgens mijn ER-model is dat perfect mogelijk. Volgens het ER-model is het perfect mogelijk dat Peter Janssen manager is van marketing, maar werkt in finance. Dit is eigenlijk iets dat je niet zou willen, maar je kan dit modelmatig niet gaan afdwingen. Je kan niet gaan afdwingen dat een manager of een employee die een bepaald departement managt, altijd ook in dat departement moet gaan werken. Dat is een regel die je niet kunt gaan afdwingen. Daarnaast heb je ook nog kijk, je hebt 3 relationship types, van employee naar project, van project naar departement en terug van departement naar employee. Daar heb je ook terug een regel, een businessregel,
die al die relationship types gaat connecteren. Het moet namelijk altijd zo zijn dat een employee enkel kan werken aan projecten van departementen waarbinnen de employee ook werkt. Dus een employee die werkt binnen marketing kan uiteraard enkel maar toegewezen worden aan projecten van marketing. Wel, dat is iets wat we terug modelmatig niet kunnen gaan afdwingen. Volgens ons ER-model is het perfect mogelijk dat een employee die werkt binnen finance toegewezen wordt aan projecten van marketing. Je kan niet gaan afdwingen, modelmatig, dat een werknemer enkel mag werken aan projecten uitgevoerd door het departement waarin hij of zij te werk gesteld is. Dus twee belangrijke tekortkomingen van het ER-model zijn: één, het kan niet om met tijdsverbanden, zeg maar business rules, business constraints, waarin de tijd een rol speelt. Tweede belangrijke beperking is: het kan geen integriteitsregels, geen business constraints gaan afdwingen die meerdere relationship types gaan opspannen. Je ziet dat ook netjes weergegeven op mijn volgende slide. Het ER-model geeft u eigenlijk een snapshot in de tijd. Temporele aspecten kunnen niet gemodelleerd worden. Integriteitsregels, bedrijfsregels, bedrijfsconstraints, die dus meerdere relationship types gaan omspannen, kunnen we ook niet gaan weergeven. Wij hebben daar ook uitvoerig voorbeeldjes van gegeven. Hier zie je nog een voorbeeldje van, of een samenvatting van de notatie. We hebben ze misschien niet allemaal besproken, maar de meest belangrijke toch wel. Misschien nog één ding belangrijk. Een zwak entiteittype wordt typisch altijd weergegeven met een dubbele lijn. Hoe ga je nu een ER-model gaan ontwikkelen? We gaan daar ook oefeningen op doen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je de entiteittypen gaat zoeken en vinden. En entiteittypen, een gemakkelijke vuistregel daar, is dat je altijd probeert te kijken naar zelfstandige naamwoorden. Een zelfstandig naamwoord komt typisch overeen met een entiteittype. Supplier is een zelfstandig naamwoord. Purchase order is een zelfstandig naamwoord. Product is een zelfstandig naamwoord. Kun je ook gaan kijken naar de relationship types ertussen. De relationship types gaan vastleggen. De rollen, dat zijn de twee richtingen waarin je een relationship type kunt gaan vastleggen of gaan interpreteren, ga je ook gaan weergeven. De cardinaliteiten. De cardinaliteiten ga je altijd in samenspraak met de business doen. Je moet altijd naar je business user gaan kijken en in samenspraak met de business user kun je de cardinaliteiten gaan vastleggen. Je kunt dan ook de attribuuttypen gaan bepalen, zijn namen geven en die attribuuttypen gaan connecteren ofwel met de entiteittypen ofwel met de relationship type. En dan kun je terug ook de sleutelattribuuttypen gaan bepalen en die weergeven door er een lijntje onder te trekken. Goed, in de volgende sessie gaan we dan proberen in te gaan op het Enhanced Entity Relationship model en hoe je dus nog meer semantiek aan je model kunt gaan toevoegen met behulp van generalisatie, specialisatie, categorisatie en aggregatie. Maar dit vormt het topic van een volgende sessie.